Elke vrijdag worden in Alkmaar duizenden kazen aangevoerd, die dan verhandeld worden op de vooral in de zomer door toeristen druk bezochte kaasmarkt. Kopers, gewapend met een kaasboer, overtuigen zich eerst van de kwaliteit van de aangeboden partij, voordat ze toehappen. Zo verwisselen hier elke week Goudse en Edammer kazen van eigenaar. De toeristen komen voornamelijk om de leden van het kaasdragersgilde te zien, die de partijen naar de historische waag dragen voor de weging. De meeste kaas wordt tegenwoordig, overigens volgens de principes van het kaasmaken op de boerderij, bereid in speciaal daarvoor ingerichte fabrieken. Aan de melk in de kaasbakken is al zuursol toegevoegd als het stremsel erbij komt, dat ervoor zorgt dat de kaasstof in de melk vaste vorm aanneemt. Na verloop van tijd wordt beoordeeld of de stremming goed verlopen is, waarna de roostervormige messen de gestremde melk snijden. Daardoor treedt een groot deel van het vocht, de wei, uit en de vaste stof, de wrongel, bezinkt. Voor boerenkaas en fabriekskaas is het procedé hetzelfde. Nadat de wei voor het grootste deel uit de kaasbakken is weggelopen, wordt de wrongel in blokken gesneden die daarna in de kaasvaten worden gelegd. De kazen gaan vervolgens onder de pers, waarin ze de cilindervorm aannemen en waarbij nog wat laatste wei verdwijnt. Het kaasmaken op deze wijze is een voorbeeld van de schaalvergroting die door toenemend binnenlands zowel als buitenlands gebruik vooral in de laatste jaren heeft plaatsgevonden. Volgende fase. De kazen worden nu ondergedompeld in een pekelbad van een bepaald gehalte. En het sterk gemechaniseerde productieproces eindigt met het aanbrengen van een dunne plastic laag. Voor de rijping gaan de kazen dan tenslotte naar het pakhuis. In Ursem in Noord-Holland staat er een dat niet zonder trots het modernste van Europa wordt genoemd. Eén druk op een knop is voldoende om de kazen dagelijks of zo vaak als nodig is te keren. Machinale fabrikage en kaasopslag gebeuren op een manier die de bezoekers van de met folklore doordrenkte Alkmaarse kaasmarkt zich niet of nauwelijks zullen realiseren.